En het enige verschil wat je ziet, dat is de lichaamstaal. Eerst is het glijden, dan is het duwen en dan is het knokken. En daardoor onvoorstelbaar. Maar hij rijdt hier een Italiaans record. Hij kan dus nu wel rijden op deze baan. Fabrice kan het nu wel. Hij heeft het geheim ontdekt. Davis Wennemars. Ja, jij sprak Wennemars over deze race. Ja. En hij zei, ik verheug me er zo op omdat ik nog nooit tegen Davis heb gereden op de 1500 meter. Dit wordt de eerste keer. En hij weet dat hij de laatste binnenbocht heeft. Dat is een voordeel. Als je de kracht hebt. Vorig jaar zat Wennemars als een Siamese tweeling vaak gekoppeld aan Fabrice. Opening 23-23, dat is nog sneller dan Tuiter deed. Ja, en Davis opent 23-6. Dat vind ik best netjes. Ja, het is sneller dan zijn wereldrecord opening. Ja. Maar wat kun je van Davis nu verwachten? Nou, best veel, kijk maar. Volle ronde. 25-4 en 25-1. Wennemars gaat wel goed door, hoor. Hij zei dat hij ziek was geweest, maar hij is fit. Hij oogt fit. Ja, maar wacht even, het moeilijk zit ook om nog. Ja. Hij weet dat hij de laatste binnenbocht heeft. En die heeft hij nodig. Hij heeft een snellere tussenronde dan Davis. 26-0 om 26-10. En Wennemars is een knokker. Wennemars heeft hem. Te pakken? Heeft hij hem te pakken, ja. Ja. Kan hij van hem wegkomen in de bocht? Ja. Het is toch nog te vroeg in het seizoen voor Davis. Nog te weinig gedaan. 1.43.6 van Fabrice. Wennemars. 1.42.32. Evenaart het wereldrecord. Evenaring van het wereldrecord. Evenaart het wereldrecord. En rijdt dus een Nederlands record. 1.42.32. Hij verheugde zich op de race met Davis. Davis gaf partijen. Eerste hele ronde. Tweede hele ronde. Het gevecht. En in de derde hele ronde schudde Wennemars. Die finishte in de laatste binnenbocht. Finishte in de binnenbocht. Schudt hij Davis af. En komt hij op 1.42.32. En dan is hij nu te blij. Te verheugd. Om zich de vraag te kunnen stellen. Waar had ik nog ergens die 100ste kunnen pakken. Om het wereldrecord helemaal alleen voor mezelf te hebben. Nu evenaart hij het wereldrecord van Shawny Davis. Dus Calgary en Salt Lake delen nu ook het wereldrecord op de 1500 meter. Want Davis reed hem in Calgary. En Wennemars rijdt hem hier. Een wereldrecord van Erben Wennemars. Want de evenaring van een wereldrecord is toch ook een wereldrecord? Ja, ik vind het.